Bij de chicane op de Rijksweg Zuid en Zwamen gebeurde zaterdag al het laatste verkeersongeval. En de bestuurder knalde rechtdoor over de chicane her, waardoor dat de auto zwaar beschadigd raakte. Toch lukte het de bestuurder nog om een stuk door te rijden. Uiteindelijk kwam de auto op een bushalte voorbij de verkeersleegte tot stilstand. Daarna sloeg de bestuurder van de auto op de vlucht. In een grijze auto die de andere kant op reed, werden geraakt door brokstukken van het ongeval. Onder andere de verkeersuur kwam onder de auto terecht. De wagen was weer afgeslijpt. De politie trof de bestuurder van de gecrashte auto aan in een woning in Zwamen en heeft de man metgenomen naar het bureau. De man verzoot zich bij zijn aanhaaiing, waardoor politieagenten pepperspray moesten gebruiken. De politie onderzoekt nog of de man mogelijk onder invloed achter het stuur had gezeten.